Ja, Paul, wat een wedstrijd. Ja, zeg dat wel. Ik denk dat we vanaf begin af aan gelijk laten zien dat we de punten thuis willen houden. En komen volgens mij vrij vroeg op 1-0 door die goal van Mats. En dan weet je ook dat het voor Sparta ook moeilijk wordt. En ik denk dat we daarna goed door zijn gegaan en achterin weinig weggegeven hebben. Ja, en dan uiteindelijk win je met 3-0. Dat is, in zo'n wedstrijd is geweldig. Ja, laten we beginnen. Die 1-0, wat gebeurde daar eigenlijk? Want kon je het ook niet eens. Ja, daar schrok ik ook van. Want ik wist dat Mats op goal ging schieten natuurlijk. En ik dacht ik ga voor de rebound lopen. En toen ik erop afliep zag ik dat hij gewoon stilstond. Dus ik vond het ook heel apart. Ik denk dat hij verwachtte dat hij nog een tikkie ging geven en dan schieten. Maar het was fantastisch natuurlijk om dan op 1-0 te komen. Ja, voor jou een redelijk zware wedstrijd. Veel fysieke duels. En de twee kansen die je krijgt, kop je er echt geweldig in. Ja, ik heb ze nog niet teruggezien. Maar volgens mij ballen met het hoofd vind ik altijd lekker. Dus dat was lekker. Alleen ja, wat je zegt, was veel vechten met die jongens achterin van Sparta. Dus dat weet je van tevoren. En uiteindelijk hebben we aan het langste eind getrokken. Het is een vrij lastig seizoen geweest, maar die lijn van Utrecht, die tweede helft vooral, die trekken jullie volledig door. Hoe kan dat? Het lijkt echt een enorm verschil te zijn. Ja, zeker. Dat is soms moeilijk te verklaren in het voetbal. Want iedereen wil heel graag en we trainen hard en we bereiden ons goed voor. Alleen soms loopt het niet en dat is moeilijk te verklaren. En vandaag liep het wel vanaf het eerste moment en nu moeten we die lijn gewoon doortrekken. Ja, volgende week Go Ahead Eagles. Deze drie punten zijn echt eigenlijk niks waard als je die niet ook pakt, toch? Ja, zeker. Vandaag was het heel belangrijk natuurlijk, voor Sparta ook. Dus we wisten dat we deze wedstrijd moesten winnen thuis. En dat geldt eigenlijk ook voor Go Ahead Eagles. En we moeten nu zorgen dat we gewoon die thuiswedstrijden gaan winnen. En dan moet het uiteindelijk gaan lukken. Ja, je contract loopt af. Het seizoen heb je al bijgetekend net. Nee, nog niet. Nee, dus ik heb tot einde seizoen getekend. En daarna gaan we kijken hoe of wat. Dus dat zien we verder wel. Top, dankjewel. Alsjeblieft.